Ik heb precies 20 over, dus nu heb ik precies 0. Dat is toch kut? Zou hem dan niet kopen, dan heb ik nog 20 coins over. Yo, ik heb die sleutel niet. Waarom heb ik die sleutel? Ik koop even zo'n sleutel, zo man. Yo, weet je wat ik heb? 0 coins. Dus dat kan helemaal niet, gozer. Ga je me nou over pesten? Milan pest me, help. Ja. Mam, Milan pest me. Hallo stream, als het goed hallo, is. Hallo stream, wat Sander? Hey, ja, there dag. Are you. Ik ben wel echt blij. Mag ik eventjes blij zijn? Want ik wil in het Engels, baby. Let's go. We gaan niet in het Nederlands. Gaan we niet streamen, gast. Mario Party in het Nederlands? Cringe. Milan is in control. Zoals het hoort. Yo, Milan, zit jij in mijn controltoets? Gast, ga er eens uit, gast. What the fuck? Shoot. Volgende keer zit ik in jouw shift-toets. Echt, hoor. Zo gaan doen. Ik hoop wel dat er nog karakters bij komen. Ik ben hond. Ja, hoop ik wel. Boeit me niet, ik ben hond. Drybones is altijd mijn go-to karakter, maar ja. Drybones zit niet in de game. Spaceland! Let's go! Spaceland, baby! Tot nu toe ben ik echt super tevreden. Yes, ik kan weer 300 pixels stellen. Dit is heel ziek. Nee, oprecht, de pixels zijn toch echt te tellen of liggen aan mij. Ja, het is net Black and White van Pokémon. Ja, trouwens, Milan, je hebt mijn grap helemaal niet benoemd. Jawel, even voor mijn kijkers en zo. Ik zei dus in zijn chat van... Yo, Mario Party in het Nederlands is net zo cringe als de Gen 7 games. Namelijk ultra cringe. Ja. Snap je hem? Ultra's in de moeder. Hij is grappig. Voor de mensen die niet lachen, hij is wel grappig. Hij is wel grappig. Minder grappig. Hij is nu wel minder grappig, maar hij is wel grappig. Dus als je niet lacht, jouw fout. Ja, ik moet weer als laatste, wauw. Ik moet als één naar laatste. Nee. Als eerste. Yo, let's do this. Die is chill. Die wil ik ook. Maar ja, ik heb niet zoveel coins. Ik heb maar 500 coins. Dus ik heb nog niks gekocht, Sander. Die staat er gewoon in. Die steekt Sander op. Heel ziek. Ik wil ook huilen. Nee, ik wil huilen. Ik wil huilen. Ja, nice. Let's do this. Oeh, dat bord is wel groot, though. Is het oké? Jordi zou nu zeggen, ja, maar je weet toch waar je staat? Waarom kijk je steeds op die map? Ja. Ik wou het niet zeggen, maar dat dacht ik wel. Nee! Ik heb iets met die uitroeptekens. Die fan space, baby. Nee. Tom. Oké. Je gaat echt één vakje... Ja, dat komt omdat het op daar is. Ja, dat snap ik. Maar ik bedoel, zo is erg is het niet. Oh, hij is weer lucky. Ja. Hij is weer lucky. Wat je? Lucky. Ik ben ook weer begonnen met Pokémon. Nu bijna level 27. Dat is op zich niet heel goed. Simon weet niet hoe Pokémon werkt. Oh, cringe. Yes. Kijk, level 27, dan zit je bij de eerste gym. Nee, dat snap ik wel. Hij gaat naar de kwalitatief betere stream. Nee, oké. Simon, je bent zo grappig. Ja, ik ben wel... Rosalina is wel mijn vriendin, dus dat klopt wel. Sander heeft toch geen vriendin, dus allemaal Rosalina. Ik wil niet helemaal zeggen, maar Sander heeft wel een minderjarige vriendin. Want Rosalina komt uit 2007. FBI, help me dan! Nee, dit is net als die ene... Milan, jij weet welke ik bedoel. Die ene waardoor ik al mijn coins verlies. Dat is daar is de controls van. Ja, er is zo'n Bowser minigame. Dan word je gespind en dan moet je naar de uitgang lopen. Maar dat kan ik dus nooit. Ah, zie? Dat zeg ik al. Dat kan ik dus nooit. Damn it. Ik ben zo slecht hierin, hè? Niet doen. Zij wil meteen weer die gevoelige onderwerpen aansnijden. Jezus, we zitten hier gewoon in stellen... potje Mario Party te doen. Sander, daarom moet je dan gewoon die vragen negeren. Dat doe ik ook altijd. Daar ben ik heel goed in, hoor. Hé, en die zei er net ik ben er ook slecht in. Die heeft gewoon gewonnen met 8 punten. Ik vind het wel grappig dat de gast waarmee je mee opneemt... is juist de gast die het meest controversieel in de wereld is. Wie jij? Nou, ik bedoel eigenlijk Justin, maar ik wil die titel ook wel op me nemen. Vind ik helemaal niet erg. Justin, ja, maar... Justin, dan moet je gewoon, ja... ook niet naar luisteren. Ik negeer dat ook gewoon altijd. Wat doe je wat doet deze guy? Geen idee. Ik zou zeggen, probeer het. Jason, let him go. Weer een sniffet. Ik doe wel gewoon even een yodeltje. Maar ik denk dat ik iets ga doen wat geen nut heeft. Maakt niet uit. Geen idee. Dat vind ik alleen maar leuk. Hij lijkt wel politie. Ja. De popo's. Het is wel ook een popo. Maar ik denk dat ik mezelf in de weg zit met die kutpoppetje. Maar... Nou, denk niet. Jason klinkt als... of het iets met ons te doen heeft. Dat wel. Auton Patrol. Ach. Ik ben zo blij dat ik als laatste ben. Oh. Eh? Never mind. We gaan nu nog verder. You're welcome. Is dit voor een level?
Ik vind deze helemaal niet zo heel leuk. Nee. Waarom heb ik deze op favoriet gezet? Deze is helemaal niet leuk. Ik wou net zeggen van, kan je ook... Niet het level gekozen. Ja, ik wil gewoon alle levels doen, dus ik heb gewoon de tweede level gekozen. Oh, wat sick. Yo, space? Ik ben ook geen spaceman. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Nu nog minder. Ja, dat ik ben geen spaceman. Oh, yo? What the fuck? Yeah, 70 coins? Daar doe ik het voor. Kijk, weet je, in principe maakt het niet uit. Want het is 21, dan ga ik eentje achteruit. Het is 22 en dan ga ik er geen achteruit. Ik weet niet hoe dat zit in het midden. Dus ik ga het zo doen. Only know you've been high when you never go. Na 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 na. Ik ken het liedje niet goed genoeg, maar... Oh, je kunt speed up. Yo, 16, what the fuck, gast? Hoezo doe jij zoveel? Oh, jij deed net 17. Ik weet niet wat er aan de hand is met je, maar... Zo. Nou. Nou, daar wil ik het liever niet over hebben, gast. Dat is een gevoelig puntje dat je daar aansnijdt. Dat is niet chill. Wat is de inzet? Niet al te veel, want anders kan Munty er alleen maar aan verdienen. Oh. Ik kan het best doen. Ja, dat snap ik dat je je best gaat doen. Ja, wel. Toch? Sander heeft ook nog een. Ik moet wel winnen. Roll card. Oh, moet tellen. Maar volgens mij kunnen het van allemaal beesten zijn. Oh, het zijn nog steeds bommen. Oh, maar nu zijn er ontploft. Oh, nu klopt het niet. Oh, lekker Munty. Oh. Yo, Munty gebruikt hacks. Dit is echt een vette minigame. Wauw, ik ben er gewoon coins op verloren. Wat is dit voor ons? Ik ben tweede. Ja, nou. Pokepummel, dit wordt een mesje. Ja, wat is Pokepummel? Oh, dit is nee. A-mesje. Okay. Oh, deze ken ik. Maar dit zijn toch helemaal geen Pokémon? Dus waarom heet het dan Pokepummel? Fuck. Oh, what the fuck? Oh, mijn naam is hier. 6.46. Oh, ik ben kapot van het mesje. Ja, ik ook. Ja, ik niet, dan heb ik ook niet gewonnen, denk ik. Deze game ziet er ook echt zo mooi uit. Nee, ik weet weer genoeg, Maya. Dat, sorry, ik kon niet kiezen. En dan nog sorry zeggen ook. Hier, zie je, dat maakt echt wel uit of je hart drukt. Dan moet je spammen. Ja. Oh ja, toch? Ja. Ah, oh, cool. Oef. Nee! Oké, okay, wat dan? Nee, we gaan met de deur. Volgens mij gaan we dan voor een plek wisselen. Oh, sta ik daar? Oh, nee. Oh, no. Nou, dan weten we dat ook weer. Ik ben even aan het afvragen of ik deze baan leuk vind. Dit is even... Ik vind hem nu al irritant. Ja. Nee, ja, ik vind hem niet ik leuk. Heb echt geen ik heb echt het gevoel dat we echt niet opschieten. Doe niet chasen, wacht. Oh nee, hè. Als we weer naar achteren worden gedouwd, hè. Ik zweer dan. Oeh, een item space. Oh my. Oh, hier heb je een skeleton key. Dan kan je een bepaalde kant op, zeg maar. Ja, zo heet dat. Een skeleton key. Dat is een soort loper. Nou, terecht wel. Dat moeten ze altijd mij hebben. Bro, je hebt toch gewoon meeste coins, daar ga ik gewoon op af. Manner of Escape. Oh, dit is een Mario Party 10 minigame volgens mij. Oh nee, 9. What the fuck is dit? Je moet zeg maar elke keer een deur kiezen en dan uiteindelijk moet wie het eerst beneden is. Dat is eigenlijk het idee. Maar dit is dus een beetje random. Ja, is goed. Hé, ik snap hem nog steeds niet, maar even checken of die het doet hoor. Ja, hij doet het, hè. Oké, nu kan ik weer vol focus... Ah, Joshi heeft hem alweer hoor. Oh, ik ben tweede. Hey, Webinski. Nee, dat is Wiepski. Sorry. Ik ben slecht met namen. Don't shoot me, blame the messenger, toch? Of zo? Zoiets. Tuurlijk, Sander. Spreekwoorden zijn spreekwoorden, gast. Kan ik niks aan doen. Nog coin. Nou, ik mis één coin. Echt, wat is die 5 inderdaad? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Yo, je hebt een item. Wist je dat je die kan gebruiken? Want je hebt het spel nog nooit gespeeld, volgens mij. Wel grappig, want de Super Mario Party zijn mushrooms maar +3. Ja, maar Super Mario Party was ook echt gewoon niet oké. Kunnen we het niet hebben over slechte game? Ja, maar Super Mario Party kun je ook niet selecten als favoriete game. Wat ook wel logisch is, want dat kan ook gewoon niet je favoriete Mario Party game zijn. Oh. Nederland nog veel last van corona. Eén idee, weet je. Alles gaat wel weer gewoon zijn gangetje. Dus totdat er ineens een persconferentie is dat ik denk, heeft Mark gezegd dat dit niet mocht? Oh, oké. Okay. Nou, dan mag het niet meer. Dinsdag is er weer een persconferentie. Hier, mm-hmm. Precies. Dat bedoel ik. Dat is. Volgens mij krijg je dan twee extra items erbij. Oh, ik dacht dat... Dat is echt een OP. Plunder chest. Die is... Yo, Munt, die gaat echt goed. Nee, maar niet genoeg voor een ster, dus... Nee, nou, dat maakt niet uit, maar dat boeit me even niet. Ik vind dat jij goed gaat, dus je gaat goed. Punt. Oh god, ik hoor vuurwerk. Not vuurwerk. Oh yes, vuurwerk. Ja, bij ons in het dorp zijn ze echt bij vuurwerk elke dag gooien. Waarom nu al? Oh nee, nu moet ik opletten.
Oké. Welke wil ik dat überhaupt? Voor, dat is allemaal voor de Shine Sprite verjaardag, snap dat dan? Oh, ja. Ah, dat is de tweede, oké, dat is ook goed. Waar zat de derde nou dan? Heb ik niet opgelet waar de derde zat. Luigi time. Yo, hou op met je Luigi. Niemand houdt van Luigi. Zegt de guy die altijd met Luigi speelt, maar dan moet je niet. Wauw, kan ik alleen omlaag, what the fuck? Ja, die vijf is ook... Nee, ik volgens mij kon ik niet alleen omlaag. Ik denk dat het bord op een gegeven moment aanpast of zo. Ja, het bord geeft aan wat de slimste kans is om heen te gaan. Oh, ah, shit! Oh, waarom doe je dan die Bowser Jr. pakken, Milan? Doe nou niet zo flauw. Niet Skewer Scurry. Hier, hoe ga ik dat ooit halen? Dat moet je echt wel zijn, ja. Oh, kut. Ja. Ga je niet halen, want je zit vast daar. Ja. Dat is wat. Ik gaf je een kans eigenlijk, maar... Waarom is het altijd zo dat 1 tegen 3 altijd iemand fucking OP is? Ja. Waarom kun je alleen maar omlaag? Ik kan het dan kiezen. Nee, je kan alle kanten op, maar ja. Yo, Mushroom, die ken ik. Dat is van Mario, toch? Ja, Sander. Hé, hey, sorry hoor dat ik zo slim ben. Kan ik ook niks aan doen. Oeh, ja, dan moet betalen, Sander. Betalen! Huh? Hoezo, ik? Oh, sorry. Ja, nee, Minty. Je hebt niet eens 3 coins. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als je op 0 komt te staan. Dan gaan we naar de aarde toe. En dan is het een leuke map. Hoop het. Ik ben nu ook gewoon voor niks aan het haten op Space, maar... Ja. Kan gebeuren, maar... gast. Space is gewoon niet zo cool. Precies voor de ster, noise. Oh, er is nog genoeg over ook nog. Nee. Oh, jawel. Ik kijk bij het verkeerde. Tip, kijk niet bij de verkeerde. Thanks dat is voor jullie hoor. Dat, ja, ik ben jullie ook een beetje aan het helpen. Want ja, ik zit toch al laatste, dus boeien. Oh, daar wil ik naartoe. Mag ik daar naartoe? Nou, waar dan naartoe zou ik zeggen? Yo, ik heb niet genoeg geld, gast. Waarom zou ik daar naartoe gaan? Waarom ga je nou zo doen? Jij bent echt een lastige jongen, Sander. Gaat hij zo doen? 10 coins. Oeh, dubbele coins. Ja, nee, is kut. Deze ga ik verliezen. Maar dat maakt niet uit, weet je. We hebben wel lol. Want dat moest van Toad ook. Daarom... Wow, yo, Sander meteen haten. Oh, nee, oké, leuk. Leuk, jongens. Dat jullie... ja, leuk, lekker, boys. Nee, okay, jongens, ik hou van jullie. Ik hou van jullie. Hé, hey, niet op mij. Lekker, Myra. Maak ze af. Ik vind deze oprecht lastig, hoor. Ja, nice. Er zijn dubbele coins, hè? Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, dat snap ik. Ja, wel een beetje geld. Zei je nou, dat vind ik wel een beetje geld? Dat zei hij niet. Nee, Oh, dan ligt het niet aan mij. Dat zei ik echt niet. Holy shit. Holy shit. Nee, oké, je hoort wat je wil horen of zo. Maar ja, Sander heeft wel genoeg coins. Dat is ook heel gelukkig wel. Op rood, Ja, ik zou het wel gokken, maar... Als hij op de uitroepteken komt, gaat dus hier bij deze niet, hè? Of wel? Daar niet, nee. En de kans dat Sander zoveel gooit is ook nog niet heel groot, zeg maar. Want dat is best wel... Ja, trouwens, hij heeft wel twee van die dice blocks. Dingen, Even game aangepast, hoor. Niet te bedoelen. Ja, dat is het laatste wat ik gestreamd heb, dus... Oh my... Oh, wat kut. Let's go! Oh my god. Ja, zou ik het nu doen? Oh my god. Ik hoor haar stem niet. Oh, jonger. Ja. Vind ik ook. Ik kan Milan hem nadoen. Ik hoorde ze net van wel. Dit is wel meer dan 11. Yo, nee, niet 10. Ah, 3, zo. 3 coins. Wat een naaierij weer. Nou, hier word ik zo boos van, hè. Je hebt nog 20 over. Lul. Ja, precies 20. Als je nou 1 coin meer moest betalen... Ik heb precies 20 over, dus nu heb ik precies 0. Dat is toch kut. Dat is gewoon kut. Dat is gewoon kut. Ja, ik zou hem dan niet kopen, dan heb je nog 20 coins over. Ja, je hebt gelijk. Ja, dan had ik eerst gestaan. Dan had ik en een ster en die 20 coins. Oh, als je op nee druk, krijg je die ster ook niet. What the fuck? Wat, werkt dat zo? Raar. Oké. Crazy. Vermoeiend. Yo, ik heb die sleutel niet. Waarom heb ik die sleutel? Koop even zo'n sleutel, Sander. Oh, daar is die sleutel. Yo, weet je wat ik heb? 0 coins. Dus dat kan helemaal niet, gozer. Ga je me nou lopen pesten? Milan pest me, help. Ja. Milan pest me. Oh, jij wordt ook nog genaaid. Ja, misschien wel, moet niet wel, te hard roepen, want dan denk ik straks dat ik echt dus hard moet ik gewoon 1 gooien, dan word ik niet genaaid. Ik heb geen keus. Ik kom er sowieso langs. Nee, yo, skeleton key, die moet je kopen. Milan, ik zei nog zo, die moet je kopen. Doet hij het weer? Alweer 1 tegen 3, bro. Nee, fuck. Milan. Ja, maar... Nee, maar 1 tegen 3 is heel vaak rigged voor de 1. Oh, deze is leuk. Heerlijk. Ik ben hier in mijn eentje echt heel goed in. Waarom deed ik dat? Nee. Doe ik zo de bio, waarom? Nee. Ah, no. Ga heen.
Ga heen. Oh, nee. Ga nou heen. Dit gaan we nooit meer... Ja. Wauw. Zo jammer dit. Dit telt niet, want in trouw hadden we gewonnen. Dus dat telt. Ja. Ja, dat kan ik ook wel zeggen. Wat is dat voor onzin? Nee, in trouw hadden we gewonnen. Dus nee, dat telt niet. Almi, nee, oké. Okay. Weet je wat je kan met die Almi? De pot op. Jezus. Ga jij maar. Hier, ik hoop dat het gewoon al nee, je ik hoef helemaal niet. Ik hoef helemaal niet naar de pot. Wel gezelliger dan hier. Don't kill me, please. Boom. Al je coins kwijt. Yo! Echt al onze coins kwijt. Ik denk het wel. Yo, ik Bowser. Bowser charging. Bowser charge beam. Boom. Nee. Coin beam ook gewoon. Heel ziek. Oh, nee. Wat. Meen je dit nou? Geldt dat niet eens voor haar? Ik dacht hij mij zou raken. Oh, fuck. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo slecht. Dat is dus eigenlijk gewoon helemaal niet zo slecht. Wat een kut game. Wat een cup map. Ik wil deze map helemaal niet. Kunnen we niet een andere map doen? Na deze map gaan we een andere map doen. Ja, alsjeblieft. Maar niet de eerste map. Nee. Je moet die Bowser Jr. hier volgen, hè? Dat weet je. Op zich is dat wel een goede manier, want dan heb je sowieso altijd wat. Je moet helemaal linksboven dus pakken. Als Bowser Jr. niks is, dan grapje. Ja, dat is hij, ja. Zo is hij. Altijd mensen uitsluiten. Ja. Weet je, als je klein bent, dan tel je niet mee. Daarom tel ik ook niet mee. Jij bent wel zo'n kleine jongen, ja. Yo, je hebt me nog nooit in het echt gezien, gast. Ga je me nou zo shamen? What the fuck? Deze man. Ik ga Milan bannen. Nee, want dan moet ik hem weer ook in modden. Dus dat ga ik niet doen. Maar heb ik nou... Je hebt een skeleton key gekocht. Yo, heel ziek. Nee, dat was de bedoeling, was de bedoeling. Hier, ik kom toch met de space. Hot, vlot. Oh, ja, als ik nog een skeleton key... Ah, dat is zo jammer. Ja, hoor. Dat is zo jammer. Nee, vind ik niet. Ik ben wel echt blij dat Rosalina in de game zit, man. Oh, dit is kut. Ja, die is leuk. Ja. Ja, zeg dat wel. Zo. Nee. Ik kan de sterren niet kopen. Oh, boehoe. Dan is dus aardig. Dat denk ik toch? Ik leefde met je mee. Betalen ook nog. Gast, ik laf met je mee, want ik deed helemaal zo van, oh, boehoe. Was je het zelf geloofd? Ik zelfs. Hey, deed zelfs zo'n boehoe. Dat doe je alleen als dit je echt zielig vindt. Dit is wel nice. Dit is heel kut. Waarom ben ik geen twom? Dan had je dood kunnen maken. Nou ja, en zodat je coins verliest, bedoel ik. Leaf. Verder bedoel ik... Ja, Leaf is leuk. Oh, deze is ook leuk. Dit is volgens mij honkballen. Wauw, wat kut. Ik heb er één. Waarom ben ik zo slecht? Ik ben echt slecht. Holy damn. Oh, mijn timing is echt trash. Nou, ik kan net zo goed stoppen, gast. Ik heb net wel geraakt. Ik had net iets te broek. Mayra, what the fuck heb je gegeten? Wat is dit? Doping! Doping! Je mag helemaal geen doping in Mario Party. What the fuck? Fucking doping. Ik had er legit meer kunnen raken, maar... Oh ja, je had er nog meer. Oh, ik had er wel meer kunnen maken, want dat is zo makkelijk. En jullie zijn gewoon losers. Weet je wat het ding is? Je moet gewoon naar het geluid luisteren. Dan weet je wanneer je moet klikken. Oh ja, want ik heb ook geen... Ik heb oprecht geen geluid, dus dat is wel kut. Nee, ik heb ook bijna geen... Eén, fuck sake. Ik heb wel pech met mijn dice de hele tijd. Ik krijg nu wel een gouden buis. Nee, geen gouden buis. Yo, chain jump whistle. Heel ziek. Wat is chain jump whistle? Oh, dat is wel ziek. Ik weet wel wat het is, denk ik. Ik weet niet wat het doet, maar ik weet wel wat het is. Chain jump whistle. Mushroom. Oh, die heb ik al. Die hoef ik niet, hoor. Want daar ben ik te goed voor. Tanden, doe eens aardig. Sorry. Je bent gemeen. Ja, hij is echt gemeen vandaag. Nee, ik ben heel lief. Ik ben zo'n cutie guy. En ook nog bescheiden, hè? Zo goed. Dan doet Munty niks. Is hij dood? Munty is gonzo, denk ik. Ik denk dat hij dood is. Yo. Ik heb hem ook al even niet meer gehoord. Yes, same. Munty? Oh, daar is hij. Oh, hè? Munty is live. Hij is gewoon geconcentreerd. Ik wou net zeggen, ik kom wel naar je begrafenis. En als je dat niet oké vindt, dan jammer dan. Maar gaat hij zo doen? Hey, you don't have 5 coins. Oh, oké. Okay. Ik wil even zo'n ster kopen. Ja, maar het vervelende is dus, deze achievement heb ik al, doordat ik net die starpipe gebruikte. Oh! Oh, ik kan don't unlocken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoe ziet Rosalina uit als ze de map had? Unlock die bitch! Oh nee, dat is zielig voor de gate. Sorry gate, ik vergeef het me. Ik wou zeggen, ik vergeef het je me. Oh, dat is ook zo'n boe. Ja, boe. Dat was wel chill. Schrik. Hé, kom eens hier, ik wil wel wat coins van je stelen, zei Boo toen. En toen deed Josje zo. Je moet verder drukken, Mayra. En toen was Sander heel blij. Doe even 20. Niet wegschoppen. 11. Daar heb ik echt op een schaal van 1 tot 10 niks aan. Dan zeg ik het. Ik wel dan.
Ja, jij wel. Dan eerst even kijken. Wat ben ik... Huh? Hoezo ben ik niet te horen? Wat de fuck? Je bent al te horen, maar duurde het voor het... Ja, nee, ik moest even kijken, gast. Moest even kijken? Ja, ik ben niet goed in kijken. Gaan we dan niet zo shamen? Ga niet op de kaart kijken. Op de kaart. Ik zat wel op de kaart te kijken, maar het duurt even. Het duurt gewoon even. Oh, ik zit niet op te letten. We hebben het allemaal net als wel mij. Ja. En Milan maar haten. Kan ik weer de ster niet kopen? Ja, je moet even chase hem doen. Dan kun je dus de volgende keer... Dan krijg je 5 coins, hè? Huh? Jawel, dan krijg je 5 coins. Dan kun je die ster kopen. Oh, zo werkt dat niet. Oh, jammer. Oh, je moet 5 coins inleveren. Oh. Ja, dat wist ik niet. Oh, nou, wist je dat nog niet? Nee, maar dat kon ik ook niet weten. Oh, ik nice. Niet weten. Ik krijg al die coins omdat ik daarop kom. Ik weet dat sowieso aankomen. Dikke party poppen. Yo. Ja, ik zou die van mij willen pakken, maar ik ben niet op tijd. Nee. Hammer? Oh, nee. Trace Race! Klinkt wel leuk. Maar ja, dat heb ik wel vaker. Oh, deze. Deze van Mario Party 4, ja. Ja, die gaan we doen. Ja, alsof we keuze hebben. Ja, deze gaan we, deze gaan we doen. Alsof we hem niet... Alsof we konden kiezen van, nee, deze doen we niet. Alleen in Mario Party 4 was hij wel anders voor mijn gevoel. Volgens mij ging het beeld al vanzelf en moest je alleen maar bewegen. Ja, jullie gebruiken Pro Controller. Dat is hetzelfde als doping, hè? Dus dat... Ik gebruik ook Pro Controller. Ja, dat is doping. Nu heb ik gewonnen... Nee, dat vind ik. Kut. Ik denk dat ik... Mijn fout is dat ik te snel wilde. Omdat ik inderdaad gewend ben dat hij wel op tijd gaat. Toch? In de eerste game ging hij ook echt op tijd. Nou, niet op... Ja, volgens... Ja, kan. Of ja, hij... Op het gevoel was... Het was een sidescroller, bedoel ja, ik. Ja, het was een sidescroller. Dus als je dan achterliep, dan trekte hij je gewoon mee. Ja, dat... Dus ik wilde dat voor zijn, maar dat hoeft dus niet. Dat weet ik voor de volgende keer weer. Of we de... Serieus? Nee. Shame nee. Shippies. Hé, helaas pindakaas. Nou toch. Oh, wat jammer. Dat, zo willen wij dat horen hier op Milan's kanaal. Loopt hij nou weer vast bij mij? Ja, hij loopt dat weer meen vast. Je niet. Net ook al. Ik kan maar één ding hierop zeggen. En dat is... Oh, moeten we dit hele ding ook weer opnieuw zien? Oh ja. Oh, dat viel wel mee trouwens. Want jij was oh, aan kut, sorry, mijn controller. Als ik nu weer ingooi, ja, ik zweer. Ik weet niet waar ik op uitkom eigenlijk met dit geval. Dus dan had Jordy niet gelijk met zijn roles predetermined. Yo, koop die skeleton key, dat is funny. Dat heb ik ook gedaan. Oh, shit. Maar dit is geen deur meer, of wel? Nou, en dan mijn, jawel. Nee, maakt ook niet, helemaal niet uit of er een deur is. Het gaat gewoon om die skeleton key, die is gewoon goed. Die is mooi. Yo, versus minigame. Oh, dit weer. Nee, oh nee, net voor een ster. Ja, ik vind het best. Oh, jij krijgt er ook gewoon 3 bij, what the fuck? Ja, maar ik ook. Doe op zijn minst 5. Ik denk dat er ook niet veel minder als 5 kan. Oef, 7. Nou, beter dan 20. Oh, dat is kut. Volgens mij kon je ook iets van 20 of zo. Ja, klopt. Booksquirm. Booksquirm! Ja, die is leuk! Die is leuk! Die is leuk! Echt? Die is leuk! Ja. Wil je niet gewoon op full screen mode? Ik zit op een switch light, ja. Dat is een handheld. Alleen. Ik wil niet haten, maar... Oh, nee, verkeerde kant. Oh, dat... Aan de ene kant dacht ik van, nou, ik wil wel een switch. Maar toen dacht ik van, fuck, was ik al te laat. Had ik al een switch light. Yo, sorry. Doe niet. Sorry. Doe niet. Ik mag niet doen. Ik word echt genaaid hier, oh. Ik word echt... Sorry. Op een schaal van 1 tot 10 word ik genaaid. Dat bedoeling. Nee. Ja, dat zou ik ook zeggen. Nee, serieus. Oh, nee, dan is het goed. Ik geloof er nog steeds niks van, maar dat maakt niet uit. We doen net alsof. Jezus, die was ver. Je hebt hier ook zo'n challenge mode van, hè? Dat hoe ja, nee! Hoeveel bladzijden je kan halen, zeg maar. Oh, dat is wel leuk. Oh, cool. Oh, die wil ik wel doen. Nu wil ik die doen. Nu heb ik minder coins over dan zo net. Ik had nog zo gehoopt dat ik 5 zou winnen. Ik heb wel eens slechter gestaan met mijn 0-0. Nee, Milan, jij mag niet lachen. Iedereen had mogen lachen, maar jij niet. Met je Chain Chomp map. Die Chain Chomp maps zijn echt kut, ja, behalve als ik win. Jij stond 0-0 op een baan waar je met 5 sterren begint. Ik heb daarna jou wel ook ziek hard ingemaakt in zo'n Chain Chomp map, hoor. Dus niet zeker. Ik weet zeker trouwens dat 9-3 staat en niet 7-1. De potje van net meegeteld. Daarnaast heb ik die niet gewonnen en alleen de potjes die ik win tellen vanaf nu. Ja, nee, dat is even een nieuwe regel. Als je het niet erg vindt. Boom! 11. Ja, dat is op zich niet per se dat je zegt, wow. Maar ook niet dat je zegt... Oh, kaboom! 3 coins erbij! Ik heb niet eens een mushroom voor nodig. Oh, kijk mij eens toe doen. Ik doe het allemaal zonder mushroom. Oh, het is zo leuk, hè, om Sander te triggeren. Ja, is echt leuk. Yo, ben jij McDonald's? Want I'm loving it. Nee. Dat is een goede pick-up line, gast. Dat is geen voor Rosalina, maar niet voor mij. Voor mij, Mario. Dat is voor mij. Ik snap er niks van. Wacht, moet gewoon naar links. Moet gewoon Milan dotje. Hallo, wat zit je mij in te
fucking sandwich dan. Auw. Ja, maar die Bowser Jr. en die Goomba waren ook echt... Nee, net het hoekje. Net dat hoekje, die Bowser Jr. Go Peach, go Peach, go Peach, go Peach. Doe alsof Mario is. Doe niet alsof Mario is, bedoel ik. Nee. Oh, ik ben Luigi, kijk me stoer doen. Oh, no change. Nee, goed dat het er nog even bij staat. Daar had ik nou niet door. Speciaal voor jou, Sander. Ja, nee, dat is wel lief. Dat vind ik wel lief. Zijn van die lieverds bij Nintendo, volgens mij. Ik heb Miyamoto wel eens gezien. Ja, ook nog net dat is echt gewoon een lieverd. Dat is echt zo'n cute gewoon guy. Net. Ik haat het de manier waarop ik gewoon laag gooi. Hé, hey, maar je hebt wel een ster. Ja. Nog ik had 3 gegooid. Ik had hem nog net, hè. Laatste! Eén en laatste. Oh, dat valt eigenlijk best wel mee, trouwens. Hij heeft wel één en laatste. Hey. Ja, Teun heeft niet zo'n goede dag. Ik heb wel een goede dag. Want ik ben met jullie in een call. Oh. Oh. Dat was best wel awesome, of niet dan? Echt wel, dat was echt cute. Ja, weet ik. Ben ik ook. Oh, ben zal ik eerst? Eens, oh, ja, maar... Maar je hebt trouwens niet genoeg coins. Boeit niet, gast. Boeit niet. Hé, hey, weet je wat? Ik gun hem jou. Dat vind ik echt aardig. Nee, ik gun hem jou. Nee, ga nou niet zo doen. What the fuck, gast? Ik gun hem jou, toch? En dan ga je zo doen. Nou, nee, dan nu gun ik je me ook niet meer. Jij bent zo vermoeiend, jongen. Yo, ik kan er ook niks aan doen dat jij niet tegen mij kan. Ik kan wel tegen jou. Dat heb ik nog nooit gehoord. Oh, mijn oortjes vallen bijna uit. Oh, Aaf. Ja, dat is ook wel dat je tegen hem kan. Nee, oké, nu klinkt weer logisch. Wat dacht je, Sander? Ik wil 2 keer langs de ster. Ja, want dan kan ik hem 2 keer niet kopen. En dan heb ik 2 keer 0. Oh, dat is nog steeds 0. Ah, shit. Hallo, ben ik weer. Jee. Yeah. Mushroom. Ik kan weer horen. Oh, nog maar 2 stap. Oh, die ster is gewoon precies voor je gegaan. Ja. Ja, ik wou de gok niet wagen. Nee, snap ik. Ik had ook bijna gefaald. Nee, maar 2 sterren, dat kun je niet... Ja, dat kun je alleen met 1 verneuken. Maar dat is echt 10% kans, gaf. Wel accuraat. Nou, bij mij is die kans wel heel 80% als ik een 1 gooi. Man. Dat kan niet. Nou, ik heb het al een paar keer 1 gegooid. En 2 en 3. Maar voor kans niet uit. Dan. Die shiny Wooloo sloeg trouwens helemaal nergens op. Hè, dat me dan ruim 3000 encounters. Wees blij dat je hem hebt, gast. Waarom doe je nou zo gemeen tegen die shiny Wooloo? Je hebt hem tenminste. What the fuck? Waarom ga ik nou naar rechts? Dan gaan we weer opnieuw. Ik ga nog Nee. Zo maak je wel dingen als dingen daar overheen moet. Oh ja, als je nog een keer veilig doet. Eigenlijk. Ja, je ziet vanzelf wel wat er gebeurt. Ik sta nog veilig. Ja. Oeh, ik wil die skeleton keer. Ja, dat snap ik. Oeh. Oh. Nee, toch nog iets. Net niet. Close. Nee, maar je kunt nu wel kiezen tussen 1, 2 en 3. Ja. Het is net NPO. Je kunt kiezen tussen 1, 2 en 3. En dan naar de top. Milan is heel blij met zijn 1, 2 en 3. Snap ik. Messy memory. Memory game. Als je mes. Oh, deze is leuk. Dan moet je van tevoren moet je de kamer bekijken en dan moet je daarna deze kamer opnieuw opbouwen. Oh, wat kut. Memory, doe even je best. Ik weet alleen de bovenste rij, dat is kut. Ja, ik ook. Dat is echt kut. Yeah. Oké. Ik denk dat deze maar hier ik kan wel met afkijken. Ja. Yes, yes. Oké, als... Oh, wacht, we gaan zo kijken. Als het goed is. Oh. Ik heb denk ik Rip. Sander heeft hem allemaal goed volgens mij. Yes! Ja. Had je go afgekeken baby bij mij, Sander? De onderste rij misschien. Nee, grapje. Doe ik niet aan. Ik heb namelijk alleen dingen. Wist ik niet meer. De petten van Mario en Luigi. Die wist ik niet meer. Ik zie het. Wow. Ik zie het, wauw. Ja, het is dat zo. Mm-hmm. Ik zie het toch? Ik zie dat je die al omgedraaid hebt, namelijk. Dat ik zo'n goede gast ben.